Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is en waar het leven, ook al als gevolg van de inflatie, steeds moeilijker wordt. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. De volwassenen, moe van de lange vlucht en van alle beslommeringen op de luchthaven, hebben nauwelijks aandacht voor het voorbijflitsende landschap. Dat ze door de Bijlmer rijden, ontgaat de meesten volkomen. Maar de kinderen ondergaan de eerste kennismaking met het nieuwe land als een avonturenreis vol ontdekkingen. Wij volgden deze gemengde groep van Chinezen, Javanen, Creolen en Hindoestanen naar het centrale opvangcentrum in Soest. Dat alles dienst heeft gedaan als opvangplaats voor gerepatrieerden uit Indonesië. Onmiddellijk na aankomst begint een procedure van registratie en van voorlichting over de rechten die de families hier in ons land genieten. Daarna worden kleding en schoeisel uitgereikt die beschutting moeten bieden tegen het wisselende klimaat in Nederland. Het betekent veelal een kennismaking met volkomen onbekende kledingstukken. Overigens wordt deze kleding alleen verstrekt aan mensen die niet over de middelen beschikken om ze zelf aan te schaffen. En die zijn ver in de meerderheid. En een mooie sjaal eromheen. Het is vooral niet nek, hè? In het opvangcentrum kunnen de mensen maar kort logeren, want het moet open blijven voor de vrijwel dagelijks arriverende stroom van nieuwkomers die langzamerhand het karakter van een vluchtelingenstroom lijkt aan te nemen. De definitieve huisvesting in ons land levert toch ook nog problemen op. Ik ga u vragen waar u in de toekomst in Nederland wilt wonen. Daar moet u eens over denken. Maar één ding. U kunt niet wonen in Amsterdam. U kunt niet wonen in Den Haag. Niet wonen in Rotterdam. En niet wonen in Utrecht. Die plaatsen zitten mutvol. En intussen blijft Suriname leegstromen. Nu de datum van de onafhankelijkheid steeds dichterbij komt, drijft onzekerheid over de politieke situatie daarna tallozen het land uit. Van de opbrengst van hun verkochte bezittingen betalen velen de overtocht naar Nederland voor henzelf en hun gezin. In de laatste maanden zijn het vooral leden van de Hindoestaanse, Javaanse en Chinese bevolkingsgroepen die naar Nederland migreren. Maar ook bij de Creolen bestaat nog steeds belangstelling voor Nederland, dat hen althans een stuk sociale zekerheid biedt. Die belangstelling manifesteert zich het duidelijkst bij het paspoortenkantoor in Paramaribo, waar dagelijks honderden dat belangrijke identiteitspapier komen aanvragen. En zodra het paspoort er is en op de een of andere manier het magische vliegbiljet is verkregen, dan gaan ze op weg naar Nederland. Meer dan 1/3 van de Surinaamse bevolking zal het straks moeten zien te rooien in het koele Nederland.